clutch incoming. Protect the objective. Starten. Ga me neerleggen. Ik zie. Het is 1 tegen 5. De bom gaat gepland worden. Ik zie. Het blijft 1 tegen 5. We gaan ervoor. Ik hoor ze springen, maar ik weet niet precies waar. Ik hoor de bom wordt gepland. Ik ga er naartoe. Ik kom aan tegen. Ik knijf hem. Ik hoor iemand achter mij lopen. Ik kom aan het boeken. Ik knijf hem ook. Dat hoor ik niet, want ik knijf hem. Ik besluit om naar de bom te gaan. Maar ik ga even doorlopen om daar te kijken. Ik zie weer dat ik knijf hem. Ik draai mij om. En ik knijf hem ook. 1 tegen 5. Insane clutch. 20 seconden tijd. De bom was gepland. Ik moest nog defusen. Direct al mijn streaks gedropt. Ah, ik ga 1 tegen 5. Ik heb hier niks meer over te zeggen. Het was gewoon een insane clutch. Ik was een 4-man powerteam. Iemand zat bij de enemy. Nee, niemand zat bij de enemies. What the fuck. Ik zat in een 4-man powerteam. Ik zat met Thomas Sam, Circle Doodle en Victor Food aan het spelen. Insane clutch! Niemand is er goed van. Echt, de helft van het team is blijven gewoon staan. Kijk, ze blijven staan. Ze zijn ook gewoon echt allemaal van: what the fuck heb jij gedaan? 1 tegen 5, clutch. Oh, echt. Oh, dat was te mooi om waar te zijn. Ik had ze eigenlijk zelf hadden niet geloven. 1 tegen 5 met melee weapon. Op 45 seconden tijd. Ik had 45 seconden tijd. Ik heb het op 20 seconden gedaan. Oh, echt. Het was te goed. Het was echt insane gewoon. Deze ronde gebeurt er eigenlijk zoveel. Ik zie daar iemand, maar hier, die wordt gekild door een trip mine van mijn vriend. Ik zie hier iemand campen en ik doe mijn ACXZ ontploffen. Ik doe mijn UAV en ACXZ. Allee, straks ga ik mijn ACXZ nog doen. Ja, ik zie ze speel mijn wereldweppen, ik zie ze allemaal. Ik denk, ik zie daar iemand, ik ga mijn conclusie gooien, maar die gaat helemaal fout. En dan, ja, dan moest, ja, weet ik niet meer wat ik moest doen. Dus ik dacht, ik ga mijn ACXZ doen. Het is nog maar één iemand over. Zo, kijk. Iedereen gaat dood. Juist Jorben DM blijft leven. Ik zie hem. Ik ga naartoe. Die man is die ontploffen. Ik word gekillsteeld. Maakt ook allemaal niet uit. Ik ben blij met die 5-man clutch. Oh, dat was insane. Plus de defuse ook. Hè. Oh. Dan hier gebeurt ook weer niet zoveel. Deze ronde gebeurt ook niet zo heel veel. Dus ik ga het gewoon een klein beetje skippen dit. Ik ga mij gewoon terugleggen. Mijn vrienden besloten om mij een beetje te gaan pranken. Want ja, die denken. Ik ga gewoon rond gaan lopen zodat hij dat niet weer kan doen. Maar ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan, ja, heb ik eigenlijk deze ronde niet heel veel gedaan. Ik zag daar iemand, ik dacht ik ga mijn stun gooien, maar die ging niet meer raken. Ik wist dat hij mij had gezien, dus ik dacht ik ga mij hier neerleggen. Dus dan verwacht hij niet. Dan ik loop gewoon door. A wordt gepland. Ik ga naar de A boven. Oh, ik zag iemand. Ik draai mij om. En boom! Uit de lucht genaaid. Zonder enig besef. Ik zat nu 7 op 1. Dus ik heb de laatste 2 rondes maar 1 kill meer gepakt elke keer. Ja, een beetje van mijn ritme af. Maar maakt allemaal niet zo heel veel uit. Skip weer door naar de volgende ronde. Dit is trouwens opgenomen in arena. Of in theater, beter gezegd. Van arena was zeg. Theater. Hier ga ik door. Ik gooi mijn conclusie. Ik zie een hitmarker. Ik zie daar iemand. Ik denk, ja, dat verwacht ik dat ik langs hier ga. Ik ga rollen. En ik loop door. Ik besluit om in het thuisje te gaan, short range namelijk. Ik zie hier iemand, die teammate wordt bijna geturnd, dus ik denk, ik moet het stom of niet raken, dat weet ik niet. Ik ga die teammate saven, ik heb die teammate gesaved. Het is momenteel 5 tegen 3, ik zie daar iemand, maar die loopt weg gelijk op precies met een melee weapon. Ik ripper hem, ik zie hier een ripper. Ik hoor iemand achter mij, maar die heeft de teammate gepakt, dus lekker daarvoor, dank u. En ik eindig 11 op 1. Mijn insane clutch, lieve like, laat een like achter alsjeblieft voor dat. Dat was echt te insane. Dat was echt gewoon te goed, dat was te leuk om te doen. Ik vond het echt super om te doen, ja. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video, ja. Het was een korte video, maar maakt allemaal niet uit. Bedankt voor het kijken en later, bye bye.